de dag. Dit is het weekoverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week. Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verbeteren van de speelplaats De Wurft in Terheide. De inwoners van Terheide hadden massaal gehoor gegeven aan een oproep om bij de opening aanwezig te zijn. Een impressie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Tijdens de jaaropening van Scouting de Mohikanen heeft Geert van Drimmelen de Haagse Stadspenning overhandigd gekregen. Dit is een gemeentelijke onderscheiding voor mensen die 25 jaar of langer als vrijwilliger in een bestuur hebben gezeten. Van Drimmelen heeft een lange geschiedenis bij deze scouting, waar hij als jeugdlid is begonnen. Vervolgens is hij zo'n 15 jaar leider geweest. In 1995 is hij toegetreden tot het bestuur waar hij verschillende bestuursfuncties vervulde, onder meer het beheer van het gebouw en het materiaal. Van Drimmelen was eerder al onderscheiden met de Gouden Sleutel, de hoogste blijk van waardering binnen de scoutinggroep. Hij was totaal verrast door de gemeentelijke onderscheiding en kon deze erkenning voor zijn verdiensten zeer waarderen. De politieman die zondag 31 oktober vorig jaar in het Haagse Joubert-plantsoen met zijn voet uithaalde naar een arrestant, wordt niet vervolgd. Dit heeft het OM besloten na uitvoerig onderzoek. Daarbij was ook een bewegingsdeskundige betrokken. Bij de uithaal ging het om een zogeheten duwtrap tegen de borst, waarop agenten ook worden getraind. Van een schop tegen het hoofd, zoals is gesuggereerd, is niets gebleken. Die zondag had een zelfverklaard defendgroep gehoor gegeven aan een oproep op sociaal media om in Den Haag te verzamelen. De groep van zo'n 40 man was geheel in het zwart gekleed. Sommigen droegen gezichtsbedekking met doodshoofden, anderen beschermende middelen. Vrijwel direct zocht de groep de confrontatie met de politie. Uiteindelijk hield de politie 9 personen aan. De gemeente Westland en Meldpunt Meld Misdaad Anoniem gaan samenwerken. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het Meldpunt is een onafhankelijke stichting die anonieme meldingen over criminaliteit doorstuurt naar partners zoals gemeente, politie, belastingdienst en andere opsporingsdiensten. Door de samenwerking aan te gaan ontvangt de gemeente voortaan rechtstreeks meldingen over bijvoorbeeld woonfraude, drugsdelicten en andere ondermijnende criminaliteit. De gemeente is hierdoor beter in staat om criminaliteit aan te pakken. Meldmisdaad Anoniem is bedoeld voor mensen die hun melding niet bij de politie of andere instanties durven of willen doen. Het meldpunt is 7 dagen per week bereikbaar. Bij de winteropvang van het Leger des Heils in Den Haag aan de Randveen in Den Haag is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is met onbekend letsel in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft met beschermende kleding de buurt afgezocht naar de dader. De verdachte is een 31-jarige man met een baard, een blauwe jas en een rugzak. Het is niet bekendgemaakt of de steekpartij binnen of voor de deur van de opvang is gebeurd. Ook is onduidelijk of het gaat om iemand uit de opvang. Het gebouw dat het Leger des Heils gebruikt voor de winteropvang is van het voormalige verzorgingshuis Lozerhof. Tot zover het weekoverzicht. Heeft u nieuws voor ons?
Laat het ons weten. Maak foto's of video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht, fijn weekende en blijf gezond.